van Veenendaal. Dat is onwennig. Jonsdottir langs Jansen. Jonsdottir in de korte hoek. Dat is dan wel een goede reactie van Zari van Veenendaal. Die snel moest handelen om daar op tijd te zijn. Kansen in de eerste 8 minuten. Eerst Miedema, nu Jonsdottir. Ja, dat doet van Veenendaal prima. Natuurlijk is die korte hoek voor haar. Maar helemaal rekenen op deze inzet, dat zal niemand hebben gedaan. Van Veenendaal gelukkig wel. Jonsdottir. Vigosdottir met een lange bal. Dat is een aardige paas richting Jonsdottir. Makkelijk langs Dominique Jansen. Jonsdottir. Dat gaat te eenvoudig aan de zijde van IJsland. Miedema laat de bal van de voet glippen en moet hard werken om de bal niet te verliezen. Maar dat is nu wel gebeurd. Vigosdottir. De paas hier. Jonsdottir. Wel langs nu. Jans op de grond. Jonsdottir met Nauwe. Jonsdottir. De bal is nog niet weg. Nog een voorzet. En Van der Gracht. Die daarbij wel een blessure oploopt. Zo lijkt de vrees voor de omstandigheden die zo extreem waren de hele dag. De last die Nederland daarvan zou kunnen hebben. Nog niet echt gegrond. Wel de laatste minuten van de eerste helft nog even doorstaan. Torvalds tot hier. Mis met de tackle. Van de Donk. En dit is dus zo'n moment van opletten. Je ziet ook de irritatie. En het toeval wil dat die ernaast is gaan staan. Dus die gaat ook komen. Dit is optisch bedrog. Want een aantal daar op de tribune dacht dat dit de gelijkmaker was. Is het niet. Brinjarsdottir. De scheidsrechter keek naar de wissels, dacht ook dat die plaats zouden hebben. Dan wordt er ineens gegooid. En mag dit doorgaan. En dan scheelt het allemaal behoorlijk weinig voor Berestijn. Nauwe opgejaagd. Nauwe en in de problemen. Kiest de verkeerde kant. Aniek Nauwe. En het loopt goed af. Schot van Williamsdottir. De invalster. Na gepruts van Aniek Nauwe. Williamsdottir, dat is goed gespeeld nog door IJsland. En Volkersma gunt IJsland wellicht nog een kans. Ja. Albertsdottir komt er nog een keer langs. Volkersma gaat er onderdoor. En wordt daarna ook gepasseerd. Doet geen gekke dingen natuurlijk. Waarom een strafschop veroorzaken door dat been nog uit te steken? Dat is verstandig. Angela. Maria Albertsdottir. Schiet hem uit. Gebeurt dus zelden dat Miedema niet tot scoren komt. Nederland gaat er vanavond geen last van hebben. 89ste minuut. Jonsdottir. Jonsdottir. Wordt het dan toch nog spannend? Brinjarsdottir. Daar was ze dan toch nog een keer. De plaag van de eerste helft, als je het zo mag noemen, voor Dominique Jansen. Die zich nog één keer laat passeren door Jonsdottir. Die eigenlijk alles goed doet. Dat kunnen we niet zeggen van de afronding van Dagny Brinjarsdottir.
van West Ham United.